carnavalsvereniging De Plekkers en Wijnen Anturiums in Asten hielden op dinsdag 31 maart een fantastische bloemenactie voor de oudere en kwetsbare inwoners van Asten. Johan Wijnen, je doet goede zaken met Anturiums. De mensen thuis wel, maar de export is helemaal lam, hè? Ja. Dat is helemaal af. Maar mensen thuis zijn wel gek op Anturiums. Mensen nou, thuis elkaar wel blij maken, ja. Ja. Een bloemetje geven is... Dat is wel hard op dit moment. Ja. Kunt het beginnen? Jawel. Ik zeg, de export is helemaal stil, dus... Dus je hebt nog Anturiums zat? We hebben nog wel zat, ja. Ja, nog een plek is gewoon rondbrengen, de regeren mee. Dat heb je meegedaan, ja, tuurlijk. Ja? Ja. Alles natuurlijk. Ja, tuurlijk. Guus en Ver Fritsen, ja. Er gaat vandaag wat gebeuren. Ja, we gaan mensen blij maken met het bloemetje. Wie allemaal? We gaan de mensen van de Lissen, Amalia, een paar mensen van de Huis in Orrel, het Klokhuis gaan wij het blij maken. We hebben nog op Sagershof, hebben we tweedelig zitten, gaan wij blij maken met het bloemetje. Linder gaan wij blij maken. Kijk, hier staan de bloemen al te wachten. Ja, als je zegt wij, dan doe je de Plekkers. De Plekkers. Ja. Hoe kom je op het idee? Nou, wij doen het eigenlijk al met rond carnaval, een bloemetje rondbrengen naar die mensen. En we dachten, nou, waarom doen we het niet nou nog een keer? En Wijnen Anturiums is een sponsor van de Plekkers. Ja. Hebben we samen eigenlijk een dealtje gemaakt met de bloemen. Ja. Dus om die mensen toch nou in deze tijden plezier te doen. En die mensen weten jullie langskomen? Ja, we hebben wel van tevoren gemeld, we kunnen niet zo onverwacht binnenlopen. Dus we geven ze ook gewoon af en het is gewoon afgeven, klaar. Want toch een beetje de... Ja, je komt niet binnen. Nee, we komen niet binnen. Nee. Niet de bedoeling. En hoeveel Anturiums worden er ontvangen? 50 bossen. 50 bossen. Je ziet ze staan. Dat is een mooie grote bossen. Ja. En Guus, mag mij helpen? Ja. Ja, met papa mee. Ja. Hoe vind je dat? Leuk. Ja, leuk voor de mensen, hè? Ook leuk voor jou, dat je een keer buiten mag. Ja. Dat is het, ja, je mag weer een keer mee. Mooi om te doen, hè? Het is fantastisch dit. Om dit voor de mensen te kunnen doen, in deze moeilijke tijden, zijn wij als Plekkers carnavalsvereniging en ook in samenspraak met de Wijnen echt fantastisch om dit even voor de mensen te mogen doen. En dan hopen we snel op betere tijden.